Op Curaçao heeft Kasia samen met de duikgemeenschap op het strand van Grote Knip een bijzonder wereldrecord gevestigd. Verschillende duikers van alle uithoeken van het eiland hebben een poging gedaan het wereldrecord langsdurend onderwaterspel domino te verbeteren. Boven water ziet dat er zo uit. Onder water ziet het er een stuk spectaculairder uit. Er werd gebruik gemaakt van speciale drijvende tafels, zodat het koraal niet aangetast zou worden. De recordpoging was een serieuze aangelegenheid. Een afgevaardigde van het Guinness Book of Records is naar het eiland gekomen om toezicht te houden op de recordpoging. En de dag ging gepaard met strenge regels. Het duurde dan ook even voor duidelijk werd of de recordpoging gehaald was. Het was heel leuk. Ja? Superleuk, supergezellig. Heb je gewonnen? We hebben gewonnen. Ja? Ja. Goed zo. Fabien. Ja, meisje, dank je. Hoe is het gegaan? Heel relaxed. Een hele andere ervaring. Niet gewend, want als je naar beneden gaat, je gaat daar duiken. Het is meer de buoyancy, maar je gaat verder. En nu moest je gewoon op één plek blijven staan. En concentreren en ademhalen. En ja. En nog tellen voor die domino's. Ja. En nog even hopen dat je gaat winnen van dit team. Dus een heleboel emoties. Het was een hele uitdaging. Het was een uitdaging. Het was nieuw. Ja. Maar omdat het zo nieuw was, zijn we in de Guinness World Book. Dus Curaçao, jullie hebben het gedaan. Wij zijn groot, we hebben het gedaan. Dus we staan in de boeken. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, super fantastisch. Gewoon kicken en het enthousiasme van iedereen. Super blij dat we dit kunnen doen hebben. Uiteindelijk is het oude wereldrecord van 10 minuten onderwater domino spelen met 60 duikers verpletterd door de 138 duikers die 23 minuten lang gedominoed hebben en staat het wereldrecord op naam van Curaçao.